Ja, Lex, je gaf al een voorproefje, heel ander onderwerp. Je hebt je gedoken in de wielrenners die weer op de weg zitten. Zeg, ik vraag me even af wie aan deze tafel wielrent. Nou, een beetje. Rennen is wat sterk gezegd, maar met flinke vaart erachteraan. Echt waar? Want u geeft me niet op een wielrenfiets, begreep ik. Nee, ik ga op een trike. Dat is een ding met 2 wielen voor, 1 wiel achter, 24 versnellingen, hydraulische schijfremmen en dan lekker trappen. En zorgen dat je... Nou ja, kijk, je gaat tegen de wind in, maar de wind gaat over je heen, want je zit zo... Dus het gaat snel. En voor alle duidelijkheid, Jan, je bent 82, hè, toch? Ja, ja, ja. En dat... En razendsnel. En ik ben ervan overtuigd dat het fietsen me daarin helpt. Ja. Ja. Maar goed, Diederik, jij zit ook wel eens op de fiets. Ik vind het heerlijk. Maar ook wel eens aan groep met meerdere mensen? Nee, daar heb ik te weinig vrienden voor. Nee, ik ga gewoon... Nee. Nou, misschien hebben we ontstaat die al de avond. Waar fiets jij? Langs de Amstel. Oké. Okay. Oh, dat is een leuk traject. Dan kom ik eens een keer. Bij deze. Hartstikke mooi. Ja. En zo niet kan het met de virtual reality bril vanuit het zuiden. Totaal. Maar goed, dit weekend was het lekker weer. En veel wielrenners namen ervan en pikten het zonnetje op en gingen weer naar buiten. En dat leverde dan weer op dat andere weggebruikers zich daaraan gingen ergeren. Want ze komen dan vaak in grote groepen en trekken zich van niks en niemand wat aan. En dat is een jaarlijks terugkomend fenomeen, dat mensen daar echt boos over worden. En ik ben dus in eerste instantie om dit verder te gaan onderzoeken, naar de beroemdste wielrenner van Nederland gegaan. En dat is Thijs van der Brink, de presentator van de EO. Jij kent hem? Zeker. Ja. Ik dacht meer richting Jan Janssens en zo. Nee, maar Thijs van der Brink. De allerberoemdste is Thijs van der Brink. En ik heb hem eens eventjes gevraagd of hij zich ook wel eens schuldig maakt aan deze malafide rijstijl. Nee. Wielrenners staan nogal asociaal te boek. Ja, dat heb ik ook wel eens gehoord. Wat heeft hij voor fiets? Dit is een groene, een Bianchi, Italiaans merk. Ja. En gewoon eentje waar je goed op kan fietsen. Ja. Wij wielrenners hebben er soms wel een handje van om een beetje wild te doen. Wij gaan natuurlijk gewoon harder dan de rest. Ja. En dat maakt dat je verschillen hebt en dat je oude mensen ziet fietsen. Of mensen met kinderen of mensen met honden die allemaal niet zo goed opletten. Althans niet in ons perspectief. Dus ja, daar moeten we iets mee, want anders krijgen we een ongeluk. Er zijn best wel wielrenners die gewoon asociaal doorrammen en denken wij zijn met z'n allen, wij zijn groot en sterk aan de kant allemaal. Dat is niet goed. Dat zouden we niet moeten doen. Ja, nou ja, Thijs is zich dus schuldbewust en weet wat er aan de hand is. Maar even wat cijfers dan, want in totaal zijn er 800.000 wielrenners in Nederland. Mensen die wielrennen en die gaan in totaal 90 keer per jaar zo'n ritje maken, gemiddeld. Dat is best veel. 26% van de fietsers, dus van de medefietsers, die ergert zich ook aan de drukte op het fietspad. En de grootste ergernis van fietsen in het algemeen zijn wielrenners die heel hard voorbij komen met meerdere mensen zonder bel. Dus dan schrik je natuurlijk kapot. Oplossing voor dit vervelende euvel is de wegkapitein. Dat is een man. Je kunt daarvoor een cursus volgen. En dan word je dus wegkapitein. En dan kun je een groep van maximaal 15 mensen leiden. Om netjes aan het verkeer te houden en om niet er een boeltje van te maken. Alfa-wielrenner, zeg maar. Ja, de alfa-wielrenner. Ja. Maar die gaat dan voorop fietsen en die zegt tegen de fietsers: pas op, er komt een... Handgebaren. Nou goed, ik snap dat jij benieuwd bent. Ja. Ik ben naar die man toegegaan, die dit dus allemaal een beetje in het garen hangt. Dat is Gerard de Haan. En ik vroeg aan Gerard, ja, wat zijn nou een beetje die ergernissen en hoe zijn die ergernissen nou via de kapitein op te lossen? Schreeuwen, schelden, verkeerde weghelften rijden. Dit is nog asociaal van de kutkoers. Daarom moet het allemaal opgehouden. Asociaal rijden? Wat gebeurt er nog meer allemaal op de weg met de wielrenners? Vuil weggooien, langs de weg. Een banaan, schil, weggooien. Wat zijn nou de drie belangrijkste tips voor groepen die gaan fietsen? Ten eerste, goede organisatie binnen de groep. Spreek van tevoren af welke route je gaat rijden. Tip 2. Communiceren. Niet alleen met elkaar, maar ook met de overige weggebruikers. Zorg voor een mooie route en dat het niet te druk is met de overige fietsers. Zeg, is ook onderdeel van die cursus wegkapitein de outfits van de heren op leeftijd? Dat is een hele leuke vraag. Maar ik zit er toch goed uit? Nou, de vraag. En nu de vraag. Nou, de vraag. Waar ergeren die wielrenners zich aan?
En die lui die met 13 kilometer per uur gewoon breed over het fietspad. Dat vind ik niet het moeilijkste. Wat ik het moeilijkste vind is als ik zeg maar met 35, 40 kilometer aan het fietsen ben per uur. En dan ben ik echt in mijn doen behoorlijk door aan het trappen. En dan komt er zo'n mevrouw van 70 met zo'n elektrische fiets. Ja. Heel ontspannen. Met 41 kilometer. En die gaat jou voorbij. Ja, die gaat mij voorbij. Ja, dat is heel akelig. Ja, koop je ook een elektrische fiets. Maar goed, Diederik, het filmpje eindigt natuurlijk. Met de kledij, waar ook aanstoot aan wordt gegeven. De man op leeftijd, redelijk postuur. Mm. En dan zien ze er ongeveer zo uit soms. En ja, dat vinden mensen toch ook vaak niet om aan te zien. Te strakke pakjes voor de mannen. En een andere opvallende ontwikkeling in de fietspakjes zijn deze dames. Moet je kijken. Ja, ja. Ja, ja. Maar die gaan snel. Ja, die gaan wel snel. Nou goed, zo zijn er allerlei ergernissen. En ik weet niet of je daar allemaal per se je druk over moet maken. Maar met deze cursus kun je in ieder geval veiliger als groep de weg op. Fietsen. En hoeven minder mensen zich te ergeren. Dankjewel, Lex. Graag gedaan.